heel dan zit voor mij geval weg gaan. Wij zitten in Duitsland. Volgende keer wil ik in Duitsland een video kunnen maken. Nou, dat is jammer genoeg stemmen. Deze kachels kan je alleen zien in Duitsland. Heb je een idee, Marco? Ja. Een apparatuurtje die het kan installeren. Ja, ik ging dat even opnieuw. Ja, een hele oude wet. Ja, deze kooptjes zo snel. En dan heb je zelf leuk. Ja, dit is ook leuk. Dit wil je ook. Dat is eigenlijk al even. Ik moet even zo'n diamantboom. Ja, zover is dat het probleem. Ja, goed, weet hoe het gaat. Dan kan ik wel op jou erop horen hoor, dat weet je zo goed. Maar is er nou ook zo de bandrichtlijn qua uitgang, zeg maar, waar je hem moet hebben? Ik heb er één gezet, ze hebben over de gevel. Een jaar geleden ben ik een keer naar een bedrijf geweest en die staat ook al niet meer. Maar officieel, ja? Moet het tegenwoordig naar boven doen. Helemaal naar boven. Maar de installateur van mij die zegt ook, joh, ze branden zo op, tenminste dit is een merk maar. Het kan gebeuren met harde wind natuurlijk dat hij wel te veel tegendruk krijgt, dat hij wel op een lauwe gaat. Ja, maar jij daarboven, als je dat bij jou boven omhoog doet, dan moet je dat staan en je laat het dan ook in die woonkamer 2 meter boven. Yes. In een schat erin, als je er wel eens vijf uitkomen, dan is het kapje al. Dat jij geen witlijn in, dat is niet zo hard. Nee, hij gaat toch te veel tegendruk. Ja, maar even, dat de blok staat daar, de blok staat en het buiten komt dan er tussenin uit. Ja. Er zit 4 meter tussen, maar daar zit geen wind. Nee, maar dat is... En toen met die boerderij. De zijde, ja, dat werd toen met die oude gaskamer. Moet je daar gewoon zo'n stop in doen? Maar deze vind ik wel leuk. Er zijn merken die het wel nodig hebben. Die moet echt. Zo zie je. Deze loks, hè? Een oude kachel wil bewijzen van als je helemaal naar boven moet en zo. Ja, nou ja, dan kan je dat niet meer kwijt. Ja, dat bedoel ik. Als je dan wat zijn meteen aangegooid, kan je gewoon wel. Ja. Jij kent wel alles ingegooid. Ja. Ik heb wel een straatplaat. Ik heb allemaal vier houten balken, allemaal van kleine stukjes. Zeker. Dus speciaal voor mensen. Speciaal voor mensen die filmen. Ja, als je wil gaan filmen, dan kan je geen fotootje maken. Maar je hebt dan gewoon ook gietijzeren branden erin zitten. RBS gietijzeren maak ik voor de rest. Dat is wel een kwaliteit, hè? Dit zijn geen Chinese. Geen Chinese. Dat je wat hebt, dan kan je deze gewoon terugkomen. Ik zie het steeds als hobby. Hij spreekt gewoon goed Duits. Ja, ik hoor het. Natuurlijk. Ja. En we waren nog bang dat we de Duits moesten spraken. Maar dat is natuurlijk nog mee. Dat doen we straks, dat is niet zo oud. En dan gaan we daar wel uit praten. Nee, neem de vrouw maar eens een keer mee. Kijk eens even kijken. Ik zou ze wel klaar hebben om de Zuid-Zuidlijn te zien. Waar we nog precies al is en zo. Ik wil wel een mooie foto van zo'n heen. Die heb ik nog niet op de site. Die heb ik niet. Oeh, die moet wel even mee, maar die van hem. Dat heb ik wel. Want jij kan niet zo lang leven. Daar gaat het over. Ik heb een klein kaartje hier staan. Oh, dat is een lange leven. Dat is een lange leven. Kan je die missen? Nou, dat is zelf, joh. Nou, dat niet. Kijk, broer. Nou, dat is nou. Die staat hier dan. 7kW, ja. Dat staat nog. 7kW. Maar waar staat hij op trouwens? Wat kost die? 8 euro. Die pijpen leven hier ook allemaal. Met eind geëmailleerd van het blinkende gespoten staal. Dus dat we gewoon even dit, als zij dat doen, kunnen we een setje klaar die nodig hebben, dan gaan we gewoon even kijken. Zeker. Dat is een instelling doen, want dat kunnen we best wel even installeren. Een plaat die komt weer langs, dat bakje maak ik ook wel bij ons. Ja. Dan heb je een factuurtje erbij, dat is een subsidie. Kom je ernaar? Waar die zit natuurlijk in land in, maar als ik wel net te bellen. Ja, dan is het ook zo dat ik aan bellen. Oh, maar volgende keer.
Dat andere ook niet weg, toch? Ja, hij is op goede momenten weg. Is hij vaak gewaard, zeg maar. Nou ja, zeker nou als men met subsidie heeft en dergelijke. Er zijn best wel veel mensen die het leuk vinden. Ik maak zoveel mogelijk filmpjes of voorbeelden. Zet ik op YouTube hoe je dit niet meer moet onderhouden. Hey, veel plezier, hè? Dag, ja, doei. Ja. Kijk je de pannen open of niet? Of heb je dit is de geitencamera. Geitencamera. Oké. Of had je nog een andere aanrader? Nee. Want we gaan vaak even naar Assendorf. Gaan we heen, Ja, joh, de kieker de pannen is gewoon heel lekker. En betaalbaar. Ja. Vorige keer heb ik daar een paar jaar geleden een met heel veel spelen erin. Oké. Dat was niet zo lekker. Nee, de kieker in de pannen ken je niet nog niet weer. Okay. Nou, hoe lang is dat geweest? Ik denk dat dat wel 5 jaar, 6 jaar geleden nog iets op bijdeelde. Nee, 1 jaar. Ik denk dat er wel heel lang geweest. Zit in die op de route, hè? We gaan wat beginnen mappen, shoppen, weet je, en dan... We zitten wel op de route, ja. En dan brief je daar een beetje en dan ga je niet in twist doen. Hé, maar nee, bedankt. Ja, ik maak de koffie eten. En mooi. Koffie, daar ben je nog meer. Je hebt mijn bril nodig, geloof ik. Ja. Wow. Ja. Maar dat is wat je zelf wil, hoor. Dan moet ik jou zelf installeren. Modelletje, maar je moet ook aan toe zijn. Want ik denk dat je 800 euro moet betalen. Ik kan ook een auto hebben. Ik kan er zelf een auto op draaien. Ja, Dron, kijk, want die Artel die hier is, is gewoon 1200 euro. Dat is ook 800 euro. Dat is meer dan zat. En dan gaan 500 dagen. Nou, dan moet ik wat pijpjes bij en werken aan een beetje duur voor elkaar. Ik heb 6 kilo wat dingen gezet. Dat kan je zo doen. Dat zijn die ook, ja. Even kijken, de weg naar de is van Rappen gesproken, ja. Hoe kan je heen? Nou, dat is dan. We gaan nou eerst hem heen en dan weer verder. Heb je honger gegeten? Ja, ik heb honger. Ik heb de bodem wel wat tijd nog even. Ja, dat kunnen we wel wat tijd nog even. Juist keuze gemaakt.
Dat kwam sowieso. Weet je daar bij het water? Ja, dat weet ik. Alleen de weg naar de weg is afgesloten.